Goeiemôre, liewe vriend en vriendin. Ek wil vandag bietjie met u praat oor die wapenrusting van God. In verlede week het ek met u gepraat oor gepanser of geboei. En het ek die feit dat ons self 'n keuse maak oor hoe ons hierdie nuwe jaar met al sy uitdagings in die gesig gaan staar, het ek met u daaroor gepraat en het ons gesien dat die woord beveel ons dat ons Godse wapenrusting moet aantrek. Want ons kan of gepanser met Godse wapenrusting hierdie jaar ingaan, of ons kan geboei hierdie jaar ingaan, deur my verlede, deur dinge wat om ons gebeur, deur dit wat mense van my sê, en van my dink. Dit is alles dinge wat 'n mens vashou. Maar as jy die woord beveel ons, dat ons Godse wapenrusting moet aantrek. En Godse wapenrusting bring oorwinning, want dit bied veel meer as net beskermende drag. Die wapenrusting is die lewe van Jesus Christus self. Luister wat sê Romeine 13 vers 12 tot 14. As jy trek die wapenrusting aan, wat pas by jou lewe in die lig. Nee, soos een mens jou klere aantrek, moet jylle die Here Jesus Christus aantrek. En moet nie een duim toegee aan die begeertes van jylle sondige natuur nie. Jy sien, wanneer jy dit doen, word God die skaduwee aan jou rechterhand, word hy jou beskutting tydens stommere stormagtige tye. In Johannes 15 vers 5 sê hy, ek is die wynstok, jylle is die loote, wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan jylle niks doen nie. Sien jy hoe belangrik dit is om Christus, onsself met Christus te beklee, in hierdie moeilike tye wat ons leef. Jy sien om in die veiligheid van Godse wapenrusting te leef, beteken eenheid met Jesus. En wat ons een is met hom, dan sê die woord dat ons moet verwag. Dat ons nie net sy vrede en stilte gaan ervaar nie, maar dat ons bereid wees om ook saam met hom te lei. Met ander woorde, leiding is deel van hierdie pad. Die lewe gebeur met elke mens, of jy kind van God is of nie. Kinders van die Here, sy geliefde sterf ook, word ook besmet met corona, gaan ook siek word. Maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom, Christus, wat ons die krag gee. Jy sien, God bied aan ons sy oorwinning, te midde van probleme, te midde van die lewe wat gebeur. Hy bied nie vir ons oorwinning in die afwesigheid van pyn en moeilikheid nie. Nee, dit is deel van die lewe. Is die toegewyde Christene wat marteling weens vir hulle geloof in die gesig staar, getuig dikwels van voortdurende krag, selfs vreugde wat hulle in staat stel om die mees ondenkbare pyn en lyding te kan verduur. En hulle stem saam met Paulus as hulle dan nou verklaar in Romeine 8:37, en alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En is daarom belangrik dat ek en jy die wapenrusting sal aantrek, maar hoe trek ek dit aan? Jy sien, die lewe in Christus, saam met Christus begin, deur elke deel van die wapenrusting te ken en te vertrou. Kom ons lees net weer 'n bietjie wat sê Efesiërs 6 vers 14 tot 18. As jy staan en vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met elke geleentheid, alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak
met alle volharding en smeking voor al die heiliges. So die heel eerste deel is die gordel van die waarheid. Je ziet Godse openbaring van alles wat hij voor ons gedoen het. En ook alles wat hij beloofde om in die toekomst voor ons te doen. Is die waarheid, en die wonderlijke eeuwigdurende waarheid, is in zijn woord opgeteken. Het woord aan ons geopenbaar door die Heilige Geest in werkelijkheid gemaakt door Jezus Christus, Seun van die Allerhoogste God. Dus door die woord te bestuderen, word ek in staat gesteld om die wereld vanuit Godse perspectief te beschouwen. Hij is die waarheid. Door hierdie eerste deel van die wapenrusting aan te trekken, betekent dat je dagelijks gevoed wordt door die waarheid van Godse woord. Met andere woorden, jy laat die Heilige Geest toe om jou denken te manipuleren met die waarhede uit die woord uit. Om jou leven te vormen met die waarhede uit die woord uit. Je ziet om die waarheid te kennen. Is meer as net een cognitieve bewustheid van waarheid. Het is een diepe oortuiging dat God is en dat hij een waarmaker van zijn woord is. Het is een waarheid wat in die diepste van jouw hele wezen resoneert. Het is die waarheid wat uittroon boek aan feiten en boek aan omstandighede. Het is die vaste wete dat die enigste ware God, Skepper van hemel en aarde, koning van die heelal, my vader, my liefheid, vir my omgee. Hy is my wysheid, hy is my raadgever, hy is my hoop, hy is my kracht, hy is alles wat ek elke dag nodig het. Hierdie gordel van waarheid, sorg dat die rest van my wapenrusting nie afval nie. Sorg dat my wapenrusting aan my lyf bly in tye van strijd. Tweede is die borswapen van gerechtigheid. Jy sien die wete dat ek in Christus is, dat ek goed genoeg is om in God sy teenwoordigheid in te kom. Dit is hierdie gerechtigheid. Christus het my geregverdig. Hy het my net uit my skoon gemaak. Ek is vuil, ek is sleg, maar hy kom en hy my sonde op hom geneem en my kleed van gerechtigheid gegee. En hierdie wete dat ek kind van God is, dat hy my son aan die kruis gedra het, en dat ek daardoor 'n perfekte, regverdige lewe in Christus ontvang het, hierdie geregtigheid beskerm my hart, beskerm my hart teen vrees, teen allerhande onheilige dinge. Daarom waarsku Spreuke 4:23, ons bewaak jou hart, meer is alles wat bewaar moet worden, want daaruit is die oorsprong van die leven. Ek lewe elke dag vanuit die feit dat ek een wedergebore kind van God is, geregverdig door die bloed van Jesus Christus. En niks en niemand kan my iets anders vertel nie. Die sien is belangrijk om jou hart te bewaar, want die conditie van jou hart bepaalt die richting van jou leven. Als mijn hart is beschermd door Godse gerechtigheid, is die richting wat mijn leven inslaat ook veilig. Verder is daar die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Een bezige mens, sy aandag word nie makkelijk afgetrek nie. Ledigheid is die duivelse oorkussing en alles wat jy doen, vind is een geleentheid om die evangelie van vrede te verkondig. As jy ander dien, dien asof jy dit die Here self dien. As jy heers, heers asof vir die Here. Laat die evangelie van vrede, luister baie mooi, laat die evangelie van vrede deur jou dade en jou woorde en alles wat jy doen, uitgespel word. Tweede laaste is, is die skuld van die geloof. Geloof is nie om te hoop nie. Geloof is nie om te toets of te raai nie. Geloof is een vaste wete, omdat jy die waarheid ondervind het. Omdat jy ondervindingskennis het van die waarheid. David sê, met my God spring ek oor 'n muur. Is dit baie mooi.
Ons allemaal bid, die virus moet weggaan. Weet jy wat sien ek het David gedoen? Uit de midde van zijn vijanden. Met de wijl om jagen en hij vastgekeerd is. En ik zie, Jere, vat mijn vijanden weg niet. Niet uit geweet, zijn God is met om. En hij met wagenmoed door die muur gespring. En toen wij aan de andere kant land, toen kan hij uit, toen kijk hy terug. En toen kan hij niet denken, hoe heb ik door die muur gekomen? Hoe heb ik hier oorgekomen? Hoe heb ik mijn vijanden ontgrip? En al wat ik kon zeggen, is dus met mijn God wat ik dit kon wegkrijgen. Dus met mijn God, want hij is mijn sterktoren. Hij is mijn toevlug. Ik zie, David het ondervind dat God die in is wat verlos. Dat die kracht van een paard jou niet kan reed nie. Dat die naam van die Heere sterktoren is in diegene die die sterktoren opzoekt en te even nood. Word beslis beskerm. Nou, dat is ook die helm van verlossing. Die helm beskerm my denken. Die feit dat het verlos is, die bloed van die lam, laat mij alles denk als wat die wereld denk oor dinge. Laat mij dingen anders zien. Ik bedenk niet meer die dingen van die wereld. Ik word niet bang en negatief oor dit wat ik in die Korant sien nie. Ik laat me niet manipuleren door wat andere mensen op Facebook zien nie. Mijn denken wordt gemanipuleerd door die feit dat ik verlos is door die bloed van die lam. Die feit dat hij mij vrijgemaakt heeft, mij niet gekoop heeft. Ik laat me niet definiëren. Die mensen niet, want God het reeds mij gedefinieerd door die bloed van Jezus Christus. Hij heeft mij zo lief gehad, dat hij zijn enigste geboren zoon van mij gegeven het, zodat ik kan leven, omdat hij mij lief het, omdat ik iets in zijn oor beteken. Daarom geef ik om wat die wereld van mij denkt niet. Dan is daar die zwaard van die geest, dat is die woord van God. Ik weet wat God oor my te sê het in sy woord. Ik wonder niet of hy my lief het nie. Ek twyfel nie oor sy vermoëns nie. Ek ken en ek leef die woord. Ek quoteer nie net skrifties nie. Die skrif verander my lewe. Die skrif beïnvloed my lewe. En saam met hierdie wapenrusting bid ons sonder ophou. Is in gebed is ons directe contact met God. Vanaf die 17e tot die 23e januari roep ons gemeente, roep ons elkeen op in ons gemeente vir 'n week van vas en gebed. Ek weet vanmiddag 3 uur word daar recht oor die land gebid. Maar weet jy, dis my verkeerd. Nie om daar gebid word nie. Maar vir die verkeerde redes. Mense soek God om corona weg te vat. En steer om God te soek om hulle levens te verander. Want al is corona weg, is jou leven nie verander het nie, is jy verdaar, is jy bestem vir eeuwige verderf. Wat Suid-Afrika nodig het, is om terug te keer na God toe. Nie vir oplossings vir hulle probleme nie, maar om God sy hart te soek en hulle levens aan God oor te gee. Is levende of welgevallige offers. En binnen sy koninkryk te leef. Want de corona nie was nie. Suid-Afrika as die mense geleef soos hulle wil. En hulle gaan in corona en na corona nog steeds leef soos hulle wil. Ons het nodig om by God uit te kom. Maar van die 17e tot die 23e roep ons elke keer op vir 'n week van vas en gebed. Ons soek spesifiek die Here se aangesig aangaan 'n nuwe strategie om mense te bedien. Nuwe strategie te midde van inperking van beweging, strategie om mense te help wat tydens hierdie inperking en ekonomies sukkel om te oorleef. Mense te help wat om geestelik te ontwaak, om te ontdek dat God se hart nog steeds van hulle klop, om mense te laat ontmoet, laat die ontmoeting met God te bewerk, te midde van dit wat om ons aangaan, en ons wil het bid, die net vir ons dorp prees kan nie, vir Douglas, vir Marydale, vir Copperton, vir reg oor die land, dat God mense se harte
sal verander, dat die vader sy harte na God toe sal draai, na hulle kinders toe sal draai, kinders sy harte na God toe sal draai, na hulle ouers toe sal draai, en dat hulle Jesus Christus liefde opnuut sal ontdek. Opnuut die wonder van een nieuwe lewe in God sal ontdek. Mag die Heere sy woord sien, mag die Heilige Geest vanmorgen die woord oopmaak in die hart, en kom vastklou, en jy leef hierdie jaar 2021 by die volle wapenrusting van God. Elke dag. Kom ons bid saam. Vader, ek dank u vir môre. U wat in staat is, u wat alles onderhou, u wat alles geskep het, wat ons so lief gehad het, dat u seun vir ons kom gee. U Here wat alles onderhou deur die krag van u woord. Vir môre, Here, is u in staat om alle pijn in een oomblik te laat verdwijn, is een staat om alle virus in een oomblik te laat doodgaan, is een staat, Heere, om alle moeilijkheid een stap te laat verdwijn. Maar Heere, u laat hierdie dinge toe. Want is juist deur hierdie lewe, hierdie dinge wat met ons gebeur in die lewe, wat ons u hand ontdek. Dis juist in swaar kry, in tyd van nood, wat ons ontdek dat u voorsien, in tyd van siekte, dat ons ontdek dat u genees, dat u 'n lewende werklikheid is, dat u hart vir ons klop, en Here, mag mense se denke verander, om in hierdie tyd van nood, Here, nie die oplossing vir die probleem te soek nie, maar vir die hart te soek en te ontdek, want sê u woord, soek eers my koninkryk en sy geregtigheid, en dan sal al hierdie ander dinge vir julle gegee word. Met alle woorde, u vra dat ons eers u hart moet soek, dan sal ons u hand ook ontdek. Mag elke mens, wat vandag bid sy ingesteldheid wees, Here, Godse hart, en nie Godse hand nie, Godse hart, want Here, dis wat u wil hê mense moet ontdek, dat u liefdevolle God is, wat hulle oneindig lief het. Dankie vir die Heilige Gees, wat die woord lewend hou, in Jesus naam. Amen. Mag die Heere u ryklik seën, en leef in die volheid, van Godse wapenrusting.